Dit jaar organiseren wij 16 zomerscholen, waar dat er toch bijna een kleine 600 leerlingen betrokken zijn. Het hele concept van een zomerschool heeft als algemeen doel eigenlijk de leerachterstand beperken. De leerachterstand beperken van de meest kwetsbare leerlingen van de stad betekent dat dat een heel intensief proces is. Wat ook nodig is, omdat we inzetten op taal en op sociale vaardigheden. Wat ik meeneem met deze zomerschool is dat, eigenlijk, dat wij allemaal samen school maken. Dat ervaren leerkrachten met pedagogische begeleiders, met jonge leerkrachten, starters en studenten, dat wij samen ja, dat programma hier vormgeven en dat we ook elke dag bijleren van onvoorziene zaken. En dat eigenlijk iedereen er rijker van wordt. We hebben hier geleerd maar een klein beetje wiskunde, maar heel veel taal en spelling. We hebben nagedacht, maar we hebben vooral onderzoek geraadpleegd om te weten wat heeft het meeste effect op de leerachterstand beperken, maar liefst nog leerwinst boeken bij deze leerlingen. En dan blijkt dat een hele rijke context aanbieden heel belangrijk is. Een tweede voorwaarde voor het slagen is ook wel dat de kinderen blijven komen. En we hebben daarom beroep gedaan op een theatergezelschap met de vraag om een verhaal te maken dat een hoog mysteriegehalte heeft, een hoog spanningsgehalte heeft, waardoor dat kinderen willen blijven komen. Als wij met al onze talenten samenwerken, dan kunnen we vast en zeker een prachtige nieuwe wereld maken. Het concept heeft dan ook de vorm gekregen van spelend leren. Een gewone school leer je maar op saaie manier. Maar op de zomerschool leer je het op een leuke manier. Het voelt heel betekenisvol. Toch een verschil kunnen maken voor de meest kwetsbaren hier in onze stad. En dan is er echt je job aan het uitoefenen van, en dan voel je hoeveel energie dat je er eigenlijk van krijgt. En dat is eigenlijk echt, dat wens ik elke leerkracht toe.